the athletes to the field of play for the Compound Women Open Team Bronze Medal Match. On target two, representing Italy. Target number one, we have our Russian Federation with Tatiana Andreevskaya, Stefanina Artafinova, and Anastasia Dioeva. And our competitors on target number two, representing Italy. This match is Carsten Kühn. Dan is 5 punten of 4 punten achterstand worden voor de Italiaanse bliksemstart van de Russinnen, Annemarie. Ja, zeker. Ze hoort het. Gewoon starten met 14 en vervolgens een 9 en 8. Het is een prima start van deze wedstrijd. Even uitleggen. Heel hartelijk welkom aan de mensen die net zijn aangekomen en voor het, misschien wel voor het eerst van hun leven naar de wereldkampioenschappen handboos die te komen kijken. En hier bij de para's. Hoeveel ends gaan we schieten, zoals het heet? Ja, we schieten op dit moment een teamronde. Daarbij schieten ze 4 rondes van 6 pijlen. 2 pijlen per schutter. Een totaal van 16 pijlen beslist wie de winnaar is. Zoals je ziet zitten ze met z'n drieën op de lijn of staan. Zodra de ene schutter geschoten heeft, steekt hij zijn hand op. Dan mag de volgende schutter de pijl pakken en de pijl schieten. Ze hebben een tijdslimiet waarbinnen de pijlen geschoten moeten worden. Dus daarom is het ook zeker van belang om de hand snel omhoog te steken. You just heard the explanation in Dutch by our former top shooter. Annemarie der Kinderen, explaining the scores and explaining. Okay, it's a 10, so we have a 4-point lead for the team of Russia. That means that Italy is going to start on the target 2. Omdat Italië achter staat, mogen deze als eerste starten in de volgende ronde. Nine. So Russia is still leading with 2 points. Italy tried to fight back.
and then decrease. Between Russia and Italy. So everything is possible. Solamente uno punto, la differenza. And target 2 will start again. Er wordt afgeteld en dan ze weer en krijgen ze 120 seconden. Here we are, ladies and gentlemen, winners of the bronze medal. Tatiana Andrievskaya, Stefanida Artakhinova, and Anastasia Dioeva, Team Russia, Russian Federation. And of course, a big hand of applause, un gran applauso per il numero 4 del mondo, for the number 4 of the world, Team Italy.